25 studenten van het HBO en de universiteit krijgen in november één dag de kans om ervaring op te doen. als directeur van een bedrijf of organisatie in de fruitsector. Dit doen ze via Fruittech Campus in Geldermalsen. Nou, welkom, wat fijn dat je aan wilt schuiven. Ik moet zeggen: het lijkt mij ook wel leuk om uh, directeur voor uh, één dag te zijn. een keer uh, in een of ander fruitbedrijf. Maar ik ben in eerste instantie een beetje benieuwd naar wat de Fruittech Campus eigenlijk allemaal doet. Dat snap ik heel goed. Nou, de Fruitig Campus is uh, opgestart in 2020. Eigenlijk omdat uh, vanuit het bedrijfsleven de vraag kwam: uh, we zijn op zoek naar nieuw talent. Uh, en uh, dat is er eigenlijk niet. Er is geen nieuwe uh, aanwas in uh, de fruitteeltsector... dus dat is eigenlijk een uh, groot probleem. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Daar is de Fruitech Campus uh, voor opgericht... Uh, in samenwerking met heel veel uh, bedrijven uit de sector uiteraard. Um, en uh, dat wat de Fruitech Campus doet... is opleidingen en cursussen aanbieden... Mm -hmm. om de nieuwe generatie uh, uh, te voorzien van de juiste kennis... en dat doen we met, uh, met de mensen uit de praktijk. Dit is natuurlijk niet het enige wat jullie doen. Wat doen jullie nog meer... Uh, de Vrijdag Campus focust zich dus niet alleen op educatie, maar ook op uh, innovatie en communityvorming. Innovatie staat in dit geval voor de uh, combinatie van innovatie en educatie. Hoe kunnen we de innovaties die in de sector zijn, combineren in uh, het educatiegebied? En dus ook de bedrijven die aan de innovaties werken, de mogelijkheid bieden om uh, hun innovaties te laten zien bij ons op de Fruitcampus uh, in onze boomgaard, uh, waar uh, alles ter demonstratie uh, te vinden is. En daarnaast werken we aan communityvorming. Uh, we willen uh, proberen dat de fruitcampus een plek is uh, waar alle fruitdelers samenkomen, waar alle bedrijven samenkomen, om zo uh, met elkaar sterker te worden. En dat doen we ook specifiek voor de jongere generatie, de jongfruitpros, zoals we het noemen, want zij zijn natuurlijk de toekomst van de fruitsector. En dan zeg je wel de nieuwe, de nieuwe generatie. Wat versta je dan onder de nieuwe generatie? Degene die alles digitaal uh, kunnen, bijvoorbeeld? Onder andere, ja, de fruitteeltwereld is uh, natuurlijk steeds meer aan het digitaliseren. Er komt steeds meer techniek bij kijken. Dat is ook uh, waar we op focussen bij de fruitcampus. Het is niet alleen het stukje fruit, mm -hmm. maar ook techniek en uh, data, dat is ook erg belangrijk. Uh, dus de nieuwe generatie is in dit geval de generatie die dus ook met die digitalisering overweg kan uh, met de drones, met de geautomatiseerde uh, tractoren. Dat soort zaken en dat ze ook data kunnen uitlezen uit de boomgaard. Bijvoorbeeld. Ja, en dan geef je al mooi aan: van we geven cursussen. In wat voor, wat voor type cursussen moet ik dan aan denken? Ja, dat verschilt echt van de ene kant van de keten, dat we bijvoorbeeld een volledige opleiding aanbieden om fruitteler te worden. Dus dat is het ene stukje van het verhaal. Maar bijvoorbeeld ook als je bij een bedrijf gaat werken en je werkt op de sortering en je moet met de machines aan de gang of je moet weten hoe de kwaliteitskeuring gaat. Uh, dat zijn ook onderwerpen die aan bod komen. Dus ons opleidingsaanbod is uh, de volledige fruitketen. En op verschillende niveaus, van HBO-niveau, um, maar ook uh, andere soorten niveaus. Uh, dus ja, het aanbod is eigenlijk heel erg groot. Ja, ja. en wat is nou het leukst of het, het mooist of het interessantst... wat, uh, wat er voor het laatst zeg maar, uitgevonden is of bedacht is? Uh, dat is denk ik wel het stukje precisievruitteelt... Uh, het is natuurlijk uh, algemeen bekend dat uh, fruittelers... gewasbeschermingsmiddelen gebruiken mm -hmm. voor sommige zaken. Uh, daar is uh, veel over te doen natuurlijk. Uh, maar door precies door de komst daarvan... en het kunnen uitlezen van data in de boomgaard... door middel van bijvoorbeeld een drone... kunnen fruittelers dus heel erg goed zien... Uh, wat de boomgaard specifiek nodig heeft. Waardoor ze dus ook op een specifieker niveau... dus gewasbeschermingsmiddelen wel of niet kunnen gebruiken. Yeah. Dus uh, zo kunnen ze uh, zorgvuldiger omgaan met, uh, met de middelen die ze gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook... Uh, Hoeveel uh, oogsten ze uiteindelijk gaan, uh, kri gaan krijgen. Ja. ja, en ook verbetering van de oost, of misschien wel mooiere uh, appels of peren bijvoorbeeld. Heeft dat er ook mee te maken? Ja, ze kunnen ook zien uh, nou, uh, hoeveel producten er aan een boom komen, um, hoe de bloesem uh, eruit gaat zien de komende periode natuurlijk. Uh, dus uh, ja, ook dat speelt zeker mee in de kwaliteit van het product uiteindelijk. Ja, ja. en dan uh, ja, betere oost is natuurlijk eigenlijk beter voor iedereen, want je levert ook meer, uh, meer voedsel op, hè? om het maar zo te zeggen. Klopt, ja, al wil dat niet altijd, uh, altijd wat zeggen, want daardoor kan de markt natuurlijk ook veranderen. Mm -hmm. uh, en dat is niet altijd in het voordeel van de fruittelers, maar uh, door beter in te werken op wat de consumenten specifiek vragen van het fruit in dit geval, uh, ja, kunnen telers daar wel uh, wat wel leuks mee. Ja, en nu gaan jullie, uh, ja, het, laat ik maar zeggen, het project directeur van één dag ook uh, op je nemen. Klopt. Hoe is dat project ontstaan? Uh, dat project is ontstaan door uh, Horti Heroes um, en dat is eigenlijk uh, ook ontstaan vanuit een probleem. Uh, de Nederlandse jongere generatie is uh, niet erg bekend met de food en flower industrie die in Nederland ontzettend groot is. Um, de oprichter zelf heeft dat ook meegemaakt toen ze jong was. Uh, in het buitenland merkten ze: uh, nou, iedereen weet heel erg goed waar Nederland goed in is en uh, waar we succesvol in zijn, maar de Nederlanders zelf eigenlijk niet zo goed. Dus om eigenlijk een laagdrempelige kennismaking te hebben met de food en flower industry, uh, hebben ze dit project opgestart. Ja, hoe gaat het project eruit zien? Uh, de uh, studenten die mee kunnen doen, uh, die gaan voor één dag dus met de directeur mee, uh, meelopen. Dus dat is echt op de stoel gaan zitten van de directeur. Uh, alles meekijken, alles mogen vragen. Ze krijgen daarnaast uh, wel een opdracht die ze ook kunnen doen. Uh, maar uh, ze kunnen da dan eigenlijk op dat moment kunnen ze advies geven ook aan het bedrijf. En zeggen van nou, ik zie voor het bedrijf deze toekomst. Dus ze mogen ook echt meedenken uh, binnen het bedrijf. Uh, en dat gaat allemaal plaatsvinden de week tussen 13 en 17 november. Ja, en daar kun je denk ik uh, ook. Voor opgeven als student zijn, maar er zijn wel een aantal criteria hè, waar je aan moet voldoen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, het is uh, vooral belangrijk dat je een hbo of een universitaire student bent. Uh, richting van opleiding maakt in dit geval niet erg uit. We geven de voorkeur aan uh, derde en vierdejaarsstudenten, omdat die al uh, een stapje verder zijn en dus ook dat uh, praktijkgericht kunnen doen uh, en waarschijnlijk goed overweg kunnen met de opdracht. Um, er zijn echter maar 25 plekjes, dus als er aangemeld wordt, dan uh, zal er ook een soort van selectie plaatsvinden. Dus motivatie is daarin ook heel erg belangrijk. Ja, dat is dan wel weer lastig. Want er zijn misschien wel heel veel, uh, ja, heel veel studenten die zoiets hebben van dan wil ik aan meedoen. en, en dan ja, dan lukt dat niet. Is er dan een andere optie voor hun om mee te doen of mee te kijken of iets uh, te ondernemen? Nou, heel veel bedrijven staan er zeker voor open om uh, studenten mee te laten draaien binnen het bedrijf. Of alleen al te kijken van nou, wat doet het bedrijf? Om, of daarover te vertellen. Dus als er iemand specifiek geïnteresseerd is in een bedrijf, uh, kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen. Want daar staat uh, deze industrie heel erg voor open voor ja. de uh, nieuwe generatie. Mooi. Zijn er heel veel directeuren die zich hebben aangemeld of zijn die toch een beetje huiverig, want ze staan toch die stoel af voor een dag? Uh, nou ja, we hebben ze bijna. Uh, alle plekjes zijn bijna voor alle directeuren uh, bezet in dit geval. Dus er zijn 25 plekjes, dus zometeen ook natuurlijk 25 directeuren. Dus uh, nee, ze zijn daar niet echt huiverig op. Nee, uh, de, uh, de meeste bedrijven die zeggen: uh, kom maar lekker meekijken. En dat zijn vaak de bedrijven die dan ook uh, wat meer de koplopers zijn. Dus uh, de grote bedrijven die dat ook. die dus ook echt kunnen laten zien wat er dus uh, gebeurt. Ja, en je merkt dus ook niet dat ze huiverig zijn. dat er bijvoorbeeld een student komt die. Die, uh, zegt van ja, maar dit doen jullie helemaal verkeerd. Of dit zou je misschien toch beter anders kunnen doen gezien de toekomst? Nee, want dat is dus eigenlijk ook een beetje de vraag die wordt gesteld tijdens het project. Omdat ze natuurlijk ook die opdracht meekrijgen, uh -huh. uh, worden ze juist uh, gemotiveerd om daarover na te denken. Dus ook kritisch te zijn naar het bedrijf zelf van welke richting ze uitgaan. Het is natuurlijk aan de directeur zelf of ze daar iets mee doen. Uh, maar die input is zeker, uh, zeker in het project welkom. Ja. ja, en aanmelden, dat kan via jullie website, denk ik? Uh, ja, dat kan bij onze website. Uh, uh, maar dat kan ook bij hortieros.com. Uh, dat is eigenlijk ook de plek waar alle informatie te vinden is en uh, uh, hoe de selectieprocedure in elkaar zit. Dat soort zaken. Dus daar uh, is de meeste informatie te vinden. En dan uh, dit is voor één dag. Zijn jullie van plan om dit? Uh... Ja, ...meerdere keren te doen of misschien zelf nog wel op te starten? Want jullie doen dit in Gelderland, maar er zijn natuurlijk nog veel meer provincies. Klopt, ja. Al is het project uh, wel over heel Nederland, over de hele uh, food- en flower-industrie. Wij focussen ons als Campus echt op uh, Gelderland en in dit geval dus de fruitsector. Um, dus het is wel landelijk meegepakt. En als uh, het, het succesvol is, dan verwacht ik zeker dat dat nog een keer gaat gebeuren. Ja. Ik uh, ga het wel volgen, want ik denk dat het heel leuk is om uh, misschien wel ergens terug te lezen hoe ze het hebben gedaan, de studenten op de stoel van de directeur. Ja. Ik wens jullie uh, heel veel succes met het uh, uitvinden van uh, mooie nieuwe dingen en het uitlezen van data. Ik vond het leuk dat je er was. Dank je wel.